Het is wel leuk hoor. Ja. Middag 1 uur weer mooi mee te zijn, dat een handen vrij heeft om u. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie met z'n allen gekomen zijn. Het is een gezelschap van mensen allemaal belangrijk voor mij zijn geweest, belangrijk voor het boek zijn geweest. Ontzettend leuk, alle mensen bij die een quote hebben gegeven in het boek zijn aanwezig. Mijn vader, Dirk, is aanwezig, mijn broer. Ontzettend leuk, ik vind het geweldig dat jullie op dit moment met mij willen meemaken. Want ik kan je zeggen, dit voelt toch een beetje als met de billen bloot gaan. Zo'n boek is het wel. Het vorige boek was een beetje beschouwend, daar heb ik eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed aan de introductie. Maar ik dacht, nou moet ik het gewoon goed doen. En nou, dat is best wel persoonlijk, kan ik je vertellen. En ja, ik vind het fantastisch dat jullie hier met mij willen meemaken. En daar wil ik heel graag het glas op hebben. Proost. Op jullie gezondheid. Dankjewel. Mirjam heeft dit boek, en dat mag ik rustig zeggen, als een schooljuf, als een ouderwetse schooljuffrouw met een rode pen het hele boek nagekeken. En ook een koe van een fout eruit gehaald. Echt een grote. Omdat jij ook zeker weet dat je ondernemen kunt leren en ik ook zeker weet dat je kunt leren, dacht ik, nou, het is heel leuk om het aan de juf die het boek heeft nagekeken gewoon uit te reiken. Dus Mirjam, ik wil dit exemplaar aan jou overhandigen. Alsjeblieft. Dank je wel. Het is het eerste exemplaar. Ja. Jouw bedrijf, of één van je bedrijven, heet Nieuwe Helden. En ik wil het heel even hebben over Nieuwe Helden en Oude Helden. Oude Helden. Je hebt een heel lief stukje geschreven over jouw vriend Eckhart. En daarin heb je ook naar voren gebracht dat hij ook een boek heeft geschreven waar jij een quote voor mocht aanleveren. En daar was je heel erg trots op. En wat je nou zo grappig vond van hem, dat vond je typisch hem. Hij heeft niet de officiële quote gebruikt die helemaal verantwoord was. Maar hij heeft er iets uitgehaald uit de tekst die daar omheen was geschreven. Ja. Dat vond je eigenlijk wel gaaf. Ja. Nou, dat heb ik gemerkt. Want... Oké, dat was dus jouw oude held. En jij bent mijn nieuwe held. En je hebt hetzelfde gedaan, maar daarom ben je niet mijn held hoor. Daar kom ik zo op. Ik heb namelijk een hele verantwoorde quote aangeleverd. Ik weet niet meer wat die was. Ik zocht hem nog even, maar ik kon hem niet vinden. Ja, heel verantwoord. En ik had er een mailtje gewoon vanuit mijn hart bij gestuurd. Fantastisch boek, ik ben erg onder indruk. Het is niet alleen leerzaam, maar ook zo open en eerlijk en vanuit jezelf geschreven. Tussen haakjes, ik hoor het je allemaal zeggen, dat het echt ontroert. Nou, dat is dus de quote geworden. Ik hoop dat we nog lang kunnen samenwerken. En ik heb ook wel eens een boek geschreven. Nou, ik hoop dat je een beetje hogere verkoopcijfers hebt. Anders dan heb je er niet. Succes daarmee. Ja, hey, hartstikke bedankt. We hebben hier aan tafel heel mooi een dwarsdoorsnede van de maatschappij. Maar die discussie hebben we nou toch al hoeveel jaar? Die zijn heel zelfstandig aan het ondernemen. Want dat, gelukkig hebben wij een ondernemers, wij stimuleren ondernemerschap. Je moet volgens mij starten dat je gewoon een heel goed idee hebt. Ja. Dat je gewoon echt denkt van dat ga ik doen. Weet je, een droom of een geweldig plan of een topconcept. Maar we hebben heel weinig ondernemers die echt groeien en bijdragen waar we een behoefte aan hebben. Daar staan we echt onderaan. Ja, Polen staat ook onder ons en Japan en nog een of twee landen. Maar, ja. Er zijn ontzettend veel studenten die ondernemer willen worden. En ding twee, een sector waar we in Nederland qua innovatie ontzettend in voorop lopen, is de landbouw en de tuinbouw. Ja. Het is niet sexy, wordt vaak vergeten. We praten liever met z'n allen over internet. Over deze boekpresentatie. Maar dit laatste stukje raakte mij heel erg. Dus waar ligt de kracht dan nu? Het zit in jezelf. In de mentale vaardigheid om je te kunnen inspelen op veranderingen. Te kunnen omgaan met kansen die zich in ieders leven voordoen. En om in te zien dat geven hoort bij nemen. Dat samen hoort bij ik. En dat succes hoort bij delen. En volgens mij is dat wel de essentie van dit boek. Volgens mij heb je van deze mensen ook heel veel vertrouwen gekregen. Dus ik wil eigenlijk met jullie toasten op dit boek. We komen straks nog even terug, want ik heb nog een heel mooi filmpje wat we even willen gaan bespreken. Ondertussen de boeken kunnen geschreven.
gesigneerd worden. En, ja. Ja, absoluut. Met handtekeningen. Dus, ja. En jullie krijgen het allemaal een boek, hè? Allemaal, dus... 1995. Ja. Proost op jou en iedereen ondernemer. Dankjewel. Cheers. En Arco heb ik leren kennen als een enorm innemende persoonlijkheid. Een ontzettend prettige man met ontzettend veel energie. Ja, het is een positief wereldbeeld wat hij heeft. Een positief mensbeeld. En ja, dat kun je eigenlijk alleen maar als je je goed voelt. Als je goed in je vel zit. En dat doet hij. Dat, die uitstraling heeft hij ook. Hè? En ik denk juist ook door het werk dat hij doet en dat boek wat hij nou geschreven heeft, dat hij van veel betekenis kan zijn voor een heleboel mensen. En dat vervult je met trots. Ik heb het boek nog niet gelezen. Dat ga ik nog doen. Ik heb er net wel een paar besteld, want het lijkt me hartstikke leuk om dat aan mijn relaties ook te kunnen geven. En nou, de verhalen die daar door jou net even werden voorgelezen, die kwamen al bekend voor. Want, dat waren ook dingen die hij ook aan mij al aangegeven heeft destijds in mijn ondernemerschap. En daar heb ik absoluut wel wat aan gehad. Wat is Arco van Brakel? Top! Arco is een stimulerende vriend met creatieve ideeën. Dit boek is daar een uiting van. Nou, Arco is een hele dynamische, energieke ondernemer. En ja, het is gewoon een hele prettige vent om mee te werken en mee te, om te gaan. Ik geef u hierbij de Arco top 10 van do's en don'ts. Let goed op. Nummer 1. Wees authentiek. Nummer 2. Wees genereus. Dat doe ik zonder bril. Nummer 3. Durf te delen. 4. Durf te vertrouwen op je intuïtie. 5. Durf te falen. En zie deze momenten als leermomenten. 6. My favorite. Work hard, play hard, rest hard. Nummer 7. Volg je passie. Durf 100% voor je eigen doel te gaan. Nummer 8. Innovatie is een middel, nooit een doel op zich. Nummer 9. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. En nummer 10. Dat is volgens mij wel jouw lijstbreuk. Behandel anderen altijd zoals je zelf graag behandeld wil worden. De Van Brakel Way. Dankjewel.